Wat ben jij nou weer aan het doen? Nee, Romy, stop it. OnlyFans start. Lekker naar de... Ja, 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 ja. De huila die zit, nu komt... Benzine! Ga je mee naar de macro? Ja. Wil je mee? Ja. Anders ga ik nou. Of zou ik alleen gaan? Dan ga ik nu alleen, ja? Nee, ik ga alleen. Doei! Hallo mensen van Mol. Super, welkom hier bij een gloednieuwe banger van de vlog. Wij staan vandaag bij de Orkam, a.k.a. de macro. We gaan vandaag even lekker naar de macro, want ik moet even heel wat dingen inkopen. Zoals V-Bucks. En nee, we gaan even wat lekkere dingen inkopen voor een heel groot feest wat binnenkort aankomt. Jij bent niet uitgenodigd. Ja, als je dit zo allemaal ziet, dan weet je dat je in de macro bent. Hier is dus alles voor horeca spullen wat je dus kan kopen. Oh mijn god, dit is gewoon één diabetesbom. Die groene mini. Nou, doe eens niet zo druk, jij suikerbom. Dan moet je eens kijken hoeveelheden ze cola hier hebben. Dat is toch niet normaal, joh. Ik denk oprecht, als je deze hele pallet opdrinkt, ik denk dat je hart dan gewoon een rechtbomstier wordt. Nee, dit is echt een NPC-drankje. Weet je wat dit is? Ja, dit is gewoon een biervat, hè? Ik ken hem van de unit, dit. Dit is oud. Als mensen dit nog kennen, laten we achter, dit is raar. Wat ben jij nou weer aan het doen? Nee, Romy, stop it. Je gaat geen Capri Sun meenemen. Nou, Romy kan de geur niet meer aan om bij de visafdeling komen. Maar jij ruikt ook altijd naar vis. Grapje, het is gestopt met de stomme grapjes. Wat jullie net zagen, vond ik wel altijd zielig. Ik weet het niet. Niet allemaal. Dit gezegd hebben, flampino's, dit zijn allemaal tosti dingen. Kijk hoe groot dit is. Zeg, al deze grote pakketten is gewoon normaal in Amerika, hè, bij Walmart. Oh, dik jongen. Je wordt er letterlijk dik van. En dit jongens, dit zijn dus allemaal worstenbroodjes. Moet je eens kijken dan. Tiramisu. En dus maar €11,90 hè, dit. Deze moet ik hebben. There's no going back. Tiramisu neem ik mee. Ook als ik iets lekkers koop. Dan is Monster Dad echt mijn aardsvijand. Dan heb je het gewoon binnen een dag alweer op. Dat is echt een drama. Ja. En hier komen we bij de snoepafdeling. Kijk dan wat een potten hier allemaal hebt. Dat is toch niet normaal. Oh, voor de echte OG's die dit kennen, jongens. Dit was een knijfles met gum erin. Oh, jongens, ik krijg al diabetes als ik hier naar kijk. Dat is niet normaal. Oh, niet. Dat is groot, maat. Dat is niet normaal. Dit is dus een Grey Goose. Al die prijzen hier zagen er super nice uit van dikke korting en dan stond er X. En daaronder stond de prijs inclusief BTW. Dus toen dacht ik, leuk. €5 meer. Ja, die is ook leuk. Hij zit erop zo zitten. Stel nou dat deze in je... Zo. Spullen staan erin. Ik heb best wel gezeik in mijn achterklep nou. Want waarom? Omdat letterlijk die subwoofer de hele achterbak in beslag neemt. Dus ik heb het meeste natuurlijk voorin, maar het is echt een drama. En deze heeft ook wel mooie velgjes. Ik wil het aanraken. Ik weet niet of het velgenstickers zijn. Ik toch aanraken. Het is geen velgensticker. Nou, ik altijd zo'n AliExpress meukjongen ben. Ik heb op mijn Nissan Micra ook velgenstickers. Maar dat heet... Tuning. Zo, dames en heren. Zijn we back in the crib aangekomen. Wat I see daar in de verte, een supermotor en een lelijke mormel. Nee, jij met je haar. Wat jij nou weer gedaan? Ja, ik moet mijn haar nog... Kijk eens aan. Paf, daar blijf je zo sexy, hè? Simba. Simba. Hold up. Kijk eens aan. Jongens, wat hierin zit. Pak hem even, die boenda. Maar Milwaukee spul, jongen. Ja, ik dacht echt van een keer even zo'n half ding. Nee, we gaan als eerst de zuiger, de pipi van de KTM. Laat mij dat eens doen. Oké, we gaan het kokringetje in de zuiger zetten. En dit is het meest moeilijke wat ik altijd vind. Het is gewoon priegelwerk. Het ziet er bij jou ook allemaal zo klunzig uit zo snel. A few moments later. Zal ik het doen dat ik het één keer voordoen nog? Ik heb bijna mijn gat in. Ja, ik kan wel zo schroefdraaien half door mijn hand tegen duwen. Kom hier. Ja, dan hier nog een rode klik. Klik. Nou zet hij. We go to put the piston pan. We suck it in the oil. Huh? Yes? If you hold your finger on it, it can't lag. You snap? I snap. Where is the naaldlager? Een naaldlager. Yeah. Let's go. De naaldlager. Ik ga nu nog één keertje doen, dames en heren. Samen met hem. Volgende keer. Doe ik het helemaal zelf. Maar ik heb een hele carburateur uit elkaar gehaald. Hè. Dat was ook een operatie. Alleen de zuiger, dat moet wel in één keer goed. Want je zit met die pakking. Dus dat wil ik ook voor de zekerheid één keer wel goed hebben. Ja, maar hij zit heel erg stroef. Net zoals she said. Simba, put him in. Oké, hier gaat de zuiger op de drijfstang. Ik heb hem. Ja, dus de zuiger hem helemaal doorheen. Dus jongens, de zuiger die staat. Het pijltje zit naar buiten. Ja, kijk, zij zorgt wel voor mij. Oh, daar
gezegd op aanvraag. Ik ben oh, dankjewel. Ja, ik heb die carburateur gedaan. Kijk, die carburateur. Hoeveel millimeter is die carburateur van KTM? Dat is echt een unit. Volgens mij 38 of zo. Dit is echt een grote carburateur. Moet je deze carburateur zien, jongens, vergeleken met de Beta schakelbrommer. Kijk hoe schattig carburateurtje dit dan is. Dit is zo klein. Maar ik heb mijn carburateur helemaal gewassen. En puur omdat deze altijd verstopt raakt. Veel zandkool zit er dan tussen. Dan gaat hij net niet lekker lopen. De groene pakking zit erop. Bent u aan het strippen? Are you stripping? Let's go. Waarom te zeggen? Ik heb wel een aardige ding van jou gehoord. We gaan de cilinderkop erop zetten van de KTM. Holy shit, oké, hij zit al heel spannend. Hier, kijk. Ja. Zo, daar zit hij. Wauw. Kijk eens aan, Milwaukee spul. Nee, ik ga met de hand doen. Ah, kom op. Ik wil een keer mijn slagmoer gebruiken. Yeah. Hatsen, vlatsen. NGK, NGK. Dit, dames en heren, een bougie is dus voor de ontsteking. Dat doet hij zo. En dan gaat je motor lopen. Zo, bougie zit erop, zoals je ziet. Nou, de bougie dopt erop. Wat is zij nou weer aan het doen? Hallo, mevrouw. Wat? Oh. Ik vind het zo leuk. Wauw. Jij ook? Nee, ja. Kom. Het is tijd voor cool rustop. De kerk. Rami! Stil! Nee, ik ook eens gewoon. Het is de. Ja, pieter! Tjak om van dik. Bruh. Wauw. Oh nee! Oh ja! Die moest er nog in. Kijk, als ik het erin giet, gaat er niks mis. Ja, ja, koelvloeistof is gevuld. Dan komen we bij de pijp aan. Oh, dit blijft een schatje. De uila die zit, nu komt. Benzine! Oké, dames en heren, kijk eens aan, de KTM. Die gaan we zo even test starten om te kijken of alles goed zit, het hele systeem goed doorloopt. Ik denk dat hij heel veel gaat stomen. Tweede, netjes. Hij loopt wel netjes hoor. Ja, hij loopt goed. Oh, hij loopt weer lekker hoor. Ah, en daar gaat mijn motor. Ziek. Ik ben mijn motor kwijt. Hey, nul lekkages. Nul lekkages, top joh. Let's go. Oké, jongens, dit ding loopt. Moet even kijken voor een tijdje, maar hij loopt al echt goed. Nu ga ik even andere handwater op doen, want deze heb ik al, ik denk een jaar. En hij is helemaal kapot door die crashes en vallen en op mijn zadel staan. Ja, Milwaukee, goed spul niet. Oh, dit snelgas is toch de beste uitvinding ooit op een KTM. Zo, nieuwe verse erop. Boom, en kijk eens aan die handlebars, wat sexy. Check deze luchtfilter, dames en heren, dat is niet vers meer. En we hebben hier een gloedje nieuwe, skibbidibab. En voilà, kijk eens aan. Oh, die zit er weer vers op. Top. Oh, en dit schatje, die staat weer. Loop je nou door mijn beeld in? Ja. Lekker, maat. Bedankt voor de hulp. Hey, volgende keer lukt het me alleen, hoor. Wat ik het moeilijkst vind met zo'n zuiverwisseling is gewoon die ringen ertussen te krijgen. Ja, je moet niks vergeten. Ja. Oh yeah, BGF Limiter! Wow! Hij kan het nog steeds niet zo lang. Hij leert mijn zuiverwisseling leren en wheelies. Wat zie jij nou weer te memen? Waarom heb je een maïskolf hier neergezet? Nee, jongens, wat ik wou zeggen. Ik denk oprecht, nu dat ik dit een maand niet meer heb gebruikt, dat ik het gewoon eng ga vinden om weer een wheelie te doen of om een zadel staan. Ik heb hem even 3 uur laten staan voor lekkages of zo. Oh jongens, hoe graag ik hem nu de lucht wil in jaren. Bij mij staat de term inlopen soms niet. Ik moet hem laten inlopen, nieuwe zuiger. Ik moet hem even laten inlopen. Dus ik moet er ook mijn geduld voor hebben. Heb ik dat? We hebben Floris een bandje omgedaan. Kom eens hier. Nee. Oké, jongens, ik dacht we zijn klaar. Nee. Nog een van de belangrijkste dingen die we zijn vergeten. De bakolie even ververs. Een half jaar niet meer ververs. En ik denk dat de olie, omdat ik zoveel heb zitten reffen en burn-outs bij German Stunt Week heb gedaan. Ik denk dat de olie gewoon zwarter dan zwart is. Dus wat gaan we doen? Olie verwisselen. Ik heb het dashboardkastje van Romy gestolen uit de auto. Romy, als dit ziet, sorry, I love you. Roest bout van me. Bruh. Ja, ik hoop, ik denk niet dat dit genoeg is. Ik denk dat, we zien het. Bak eronder. Pak weer zo nog even een sleutel. Met de juiste dop. Zo, deze erop. Oh, zo. Oké, hij zit erin. Ik hoop dat ik niet ga morsen. Oké, 3, 2, 1, kom op. Hier komt hij. Atse vlats. Oh, let's go in één keer raak. Oh, ik ben zo blij dat ik niet heb gedrukt. We gaan hem even kampen zodat alles eruit komt. Niet op de lijst, dus sta je bij mij. Je vraagt
Oké, jongens, we gaan er nu olie bij gooien. En nu ga ik de tip des levens ooit geven. De meeste mensen doen de dop er weer onder, nieuwe olie bijvullen. Alleen doen als je genoeg olie natuurlijk hebt. Ik doe er hier even wat olie bij, zoals jullie zien. En als het goed is, komt het hier weer onderuit. Er komt niks onderuit. Ja, ja. Hier komt die. En kijk, het komt weer druppend eruit. Zo weten we dat alles even goed herspoeld is eruit. Zo, die zit eronder. Kijk eens aan, lekker vullen die handel. Zo, en kijk eens aan, de laatste dop zit erop. Yippie! En natuurlijk heb ik hier weer een soep aan olie. Dus waar moet ik dit in godsnaam nou weer kwijt? Zo, mooi plekje. Bij de mooie trekker. Ja, ja, heel veel Monster Gang strijders weten niet dat wij gewoon een trekker hebben. Ja, dat is een oldtimer trekker, maar dat is een dikke Deutsch. Paf dan. Oké, dames en heren. Ik ga gelijk eventjes naar de kapper toe, want het is tijd om een mooie knipbeurt te krijgen. Want dat heb ik sinds Bossie nog niet meer gedaan. En we gaan met de supermoto. Oh yeah. Ik flikker ook de helft er weer langs. Ik zit weer helemaal onder olie, jongen. Ik kom altijd op school bij de kapper aan, helemaal onder olie. Echte mannen ruiken naar WD-40. Oh yeah. Kijk nou, ja, dat gekut. Oké, dames en heren. Ik heb mezelf even omgekleed en dan zie ik zijn merchandise hier bestaan. Want wat wij momenteel gaan doen is even tuinhuizen los. Ja, ja. En we hebben Bike Life mee, een dikke oma fiets. We gaan straks een auto ophalen die jullie waarschijnlijk nog nooit hebben gezien, maar wel door de keuring heen is. Een dikke oldtimer. Kijk eens aan de Raptor Anus. Holy tieten. Is toch ook een tank, joh. Ja, viel dollen. Ja, viel dollen. Uitpakken bij de huisjes. Neerwerken als lossen, weet je? Dat is altijd. Oké, we gaan even lossen. Let's go. Zo, kijk eens aan. Huisje nummer uno. Top. Huisje nummer 2 is weer een gezeik. Want zoals heel Nederland heeft, zijn het smalle straatjes gewoon niet gemaakt voor vrachtwagens of grote trucks. Dus we krijgen de bocht hier half niet om. En drama, moeten we ergens in de achtertuin even kijken. Ik ga achter op de bak zitten. Het gaat goed zo. Grab wel je ziekste merchandise op bolshoe.nl. Lekker vel geschaden. Kom maar, kom maar. Stop. Moeilijkheid. Oké, bolshoe taferelen dit weer. Het grasveld op. Kijk eens aan, Fort en daar, Fort. PostNL Chance. Let's go. Nou, we staan op locatie. Jullie zien, we blokkeren wel een stuk van de weg. Zo, deze open. Zo, helemaal klaar. Alleen het enige punt met lossen is altijd, daar heb ik sinds kind af aan als mijn paps meega, daar is dat je blauwe vingers eraan overhoudt. Je moet die plank in één keer boem loslaten, want als eentje aan de andere kant lost de andere aan de andere kant, ja, dan krijg je zoals dit, niet om te janken, maar dan krijg je gelijk je vinger ertussen. Dan is gelijk een blauwe vinger de volgende dag. Maar hij staat, helemaal top. Let's go. Ja, heel veel weet het niet, maar ik doe dit echt al sinds kind af aan met Monster Dad, al die tuinhuizen lossen, tuinhuizen bouwen. En ja, dat is echt wel, misschien dat we ooit daar een keer video's over moeten maken. Wie weet. Hey, zie je dit? Werkhanden, hè? Godnonden. Ja, $10. Laat zien wat je in de koelkast hebt qua drinken. Ja, ja. Wat biedt de Raptor als koelkast? Een Monster Energy. Ja, ja. Theorievraag nummer 1. Mag je op een aanhanger staan als passagier zijnde? Wanneer je bij de Monster Gang hoort, zeker. Ja, $10. Oké, Monster Gang. Waar we nu zijn beland, zijn we hele mooie dektrekkers. Pafferdam. De fiets die gaat er nu af om de Volkswagen Kever Cabrio Oldtimer naar buiten te rijden. Deze witte Cumflex weer helemaal top. Wat leuk. En sir, what do you do now for a living? Ja, een driving een Volkswagen Krijver. Oh, nice. Krijver. En ik moet hier dus helemaal terug naar Nijmegen rijden, naar de woonplek, omdat die APK goedgekeurd is. Nou, dat gaat weer helemaal top worden. Dit blijft een mooi wagentje. Hij is niet vlogproof. Ik kan mijn camera hier nergens. In een dashboardkastje. Ja, ja, let's go. Mooi, jongen. Paf, dan. Kun je die wielen dan? Hieronder. Wauw. Ik rij met dit ding de snelweg op. Moet je dit stuur zien? Maat, kijk dit dan. Dit is allemaal miles per hour. En ik moet kilometer per uur hebben. Hij vindt helemaal mooi. Foto's aan maken. Zo, dames en heren. Dat was even een mooi ritje in een mooie kever. Blijft een mooi pareltje ding. Top. Wij worden continu anoniem gebeld. En ik neem nu één keer op. Ik doe het nooit meer voor de vlog. Maar hallo met Fleuren. Tuinhuis op maat. Opgehangen. Oh. Er zijn kijkers die dus continu naar de zaak bellen. Probeer het alsjeblieft ook niet. Want we weten anoniem wordt er gewoon niet opgenomen. Er komen kijkers aan het huis. Maar er komen ook kijkers die een omweg nemen om naar de zaak te bellen. En dat is echt drama. Dus jongens, ik heb iets zo grappigs bij Floris ontdekt. Als ik zo blijf doen. Ik krijg die complete niesaanval. En als het goed is, is Nugget weer in de tuin bezig. Floris een brok op te eten. Nugget, Nugget, kom eens hier. Daar gaat Nugget! Bruh. De knuffel gepakt. Ja,
het van jou gekregen. Lekker pik, lekker pik. Waarom lijkt het alsof jij soms rooier bent als je make-up op hebt? Heb je dan iets in je haar gedaan ook? Of? Zal ik naar roest? Nee. Nee. Pak hem! Oh, ja. Kom eens hier, kom eens hier. Kom maar mooi, man. Nou, los. Los. Do I speak Chinese? Los. Goed zo. Nee, ja, dames en heren, Romy is thuis aangekomen weer. Moet je omkleden? Ja, ik vind je schoenen heel vet, maar dat past hier echt niet onder. Dat past er niet. Moet ik met mijn klompen gaan dan? Trek de mensen een zwarte broek aan. Ja! Dan doe ik Monsieur Merchandise aan. Nee. Romy, support mijn kanaal. Ik denk, ik ben er weer mooi. Nee. Hij ziet er, maar hij is niet dom. Die knuffel in de auto. Dat doet er compleet niet. Waarschijnlijk is dat beest dat knuffel aan. Hey you, weg bij de Thomas. Hier met dat knuffeltje, ey. Hier, hij heeft dat staartje te pakken. Maar dames en heren, Romy is hier niet voor niets. Wij gaan vandaag OnlyFans starten. Wij gaan naar de outsider. Wij gaan naar de kermis in Wiegen toe. Hallo, praat ik tegen jouw kont of nee, tegen wat? Dus jongens, ik ga even overschakelen naar mijn GoPro. En dan gaat het weer gekhuis worden met de monster kijken. Dan gaan wij richting de kermis. Ga je de boost doen? Dat gang, vindt hij niet leuk als ik dat zeg. We gaan. Zo, hey. En we rijden mooi hier. En ik zit met Romy Lustig. Welkom to mijn haaskantje. Hey, hallo. Doorlaan. Begin je gelijk zo weer? Oh, begint gelijk maar. Doorlaan. Sexy. Chacha. Simrek. Ja, ja. Met een Marlboro hoodie aan. We zijn er. Dianus. Ik noem jou Dien, maar Dianus voortaan. Elf vrijdagen. Doe ze op. Doe ze één keer op. Maar kijk, Mimi. Romy, alsjeblieft, kom met mij hier. Alsjeblieft, ik betaal, ja? Makkelijk om mijn hele leven, doe maar. Sugar daddy, kom op. Ik ben bij de kermis booster. Niemand wil erin. Die attractie, niemand wil erin. Waarom willen jullie nooit in de booster met mij? Hey, goed voorbeeld dit aan de kinderen. Ja, jongens, jullie moeten jullie geld ontpompen. Boah, dat is echt grappig. Wij zitten hier. Er komt één kind de hoek om. Die rent terug. De hele klas komt naar buiten, dat is niet normaal. Oké dan, ronddraaiende booster. Eén van jullie gaat met mij hierin. Succes, kom maar mee. Niet stiekem tong zoenen jullie, hè? Ook gemakkelijk. Romy heeft een nieuwe vriend. Zo, top. Dank u wel, we hebben hem. Ja, ja. Deze attractie draait eng hard. Ja, ja. Mike. Mike, jouw ding zit hier. Lieke! Nou, ik ben niet meer leuk! Oh, oh, oh. Ik heb een bloedneus! Brok, brok! Brok, brok! Boy, yo! Kijk dan dit! Oh my god! Je gaat nooit raden wie hier een bloedneus in kreeg! Jij! Ja! Kijk, dames en heren, we zitten hier even backstage! We zijn met de vriendengroep hier, want dadelijk komt Outsiders, dus één hardstyle hardcore, zoals van lijf. Nico! Schrek! Hele dikke bank, vanaf bij jou de pijn. Jongens, ons dik op trainen met Outsiders!